Wereld Globalisering, paragraaf 1.2, transport. Wat gaan we deze les doen? Uitleg, paragraaf 1.2, plus de opdracht van 1.2. Op Classroom staat ook een artikel. Ik wil dat jullie dit lezen en de volgende les een samenvatting hebben meegenomen. Deze dia kennen jullie al uit de vorige paragraaf. Nog even kort, het goederentransport heeft 3 ontwikkelingen doorgemaakt. Ik ga geen voorbeelden meer noemen. Reis- en vervoerstijden zijn gedaald, reiskosten zijn gedaald en de infrastructuur is verbeterd. Nou, op welke manier maakt transporttechnologie globalisering mogelijk? Het uitwisselen van goederen, mensen en informatie is makkelijker geworden. Goederen in beweging. De interactietheorie. Interactie tussen gebieden komt op gang onder 3 voorwaarden. Complementariteit, transporteerbaarheid en geen tussenliggende mogelijkheden. Nou, wat betekent complementariteit? Dat het ene gebied iets heeft wat het andere niet heeft, maar wel nodig heeft. Dat is 1. Transporteerbaarheid, het moet ook redelijk makkelijk van het ene gebied naar het andere gebied getransporteerd kunnen worden. En een derde punt, geen tussenliggende mogelijkheid, het moet eigenlijk het gebied zijn wat het dichtst in de buurt ligt van het land wat iets nodig heeft. Probeer nu zelf even, voordat je naar de volgende dia gaat, van elk van deze 3 voorwaarden een voorbeeld te bedenken. En dan niet het voorbeeld wat al in het plaatje te zien is, dus niet olie in Indonesië wat Japan nodig heeft als complementariteit, maar probeer zelf iets te bedenken. In dit voorbeeld komt de relatie tussen Japan en Indonesië naar voren als voorbeeld van de interactietheorie. Indonesië heeft olie, Japan heeft het nodig. En dat is de complementariteit. Nou, vanuit Indonesië is dat over zee vrij makkelijk te vervoeren. Hè? Punt 2. Punt 3. Tot voor kort lag er tussen Japan en Indonesië geen enkel andere land wat ook olie had, wat het aan Japan kon leveren, wat dichterbij lag. Nou, sinds enkele decennia is daar China gekomen met zijn olievoorraden. Dat ligt veel dichterbij Indonesië en dus wordt Indonesië vervangen, in ieder geval deels vervangen, door China. Een ander voorbeeld is het onderstaande plaatje over de containervervoer. Je ziet hier de grootste containerhavens ter wereld en bijvoorbeeld de lijn tussen Shanghai en Los Angeles. Nou, als we naar de interactietheorie kijken, China heeft heel veel goederen die Amerika graag wil hebben, hè, complementariteit. Dat is redelijk eenvoudig per schip te transporteren. Hè, punt 2, over de Stille Oceaan. En punt 3, er is geen tussenliggende mogelijkheid wat betreft de Verenigde Staten voor artikelen. Hè, bijvoorbeeld India of Afrika liggen veel verder weg. Europa zou nog ietsje dichterbij kunnen liggen, maar dan komt de prijs om de hoek kijken. Veranderende omstandigheden. De interactie tussen gebieden kan op 3 manieren veranderen. Bijvoorbeeld door middel van innovaties op transportgebied. De uitvinding van de container, ik heb het al eerder genoemd, is zo'n innovatie die de transport veel goedkoper heeft gemaakt. Uitbreiding en verbetering van de infrastructuur. We hebben gezien in het vorige hoofdstuk het hoge snelheidstreinnetwerk in China als voorbeeld daarvan. En punt 3, het verdwijnen van politieke barrières. Een voorbeeld daarvan, staat niet op deze dia, is bijvoorbeeld Cuba. Cuba en de Verenigde Staten hebben nooit met elkaar contact gehad. Cuba was een communistisch land. Cuba wordt steeds opener, ligt zelfs om de hoek van de Verenigde Staten. Dus ideaal wat betreft de interactietheorie. En langzaam maar zeker zal er dan ook steeds meer handel plaatsvinden tussen de Verenigde Staten en Cuba. Dit was paragraaf 1.2. Lees nog een keer paragraaf 1.2, maak dan de opdrachten, in ieder geval 1 plus 2 plus 3. Over opdrachten geldt als huiswerk en eventueel maak je ook nog de hoofdvraag van 1.2. En vergeet ook niet het artikel te lezen en een samenvatting daarvan te hebben voor de volgende les.